Oh, ik krijg kramp in mijn benen. Ik word een beetje bij de inboedel misschien. Op 4 na. Oh, 5, hè. Hoe is het gesteld met de elektrotechnische kennis binnen de bedrijven uit de industrie? 10 bedrijven gaan met elkaar de strijd aan en proberen zo snel mogelijk een zenuwspiraal te voltooien en stalen kogels binnenboord te houden, terwijl hun kennis wordt getest. Voor elke kogel die in de goot belandt, komen er 10 strafseconden bij. Het bedrijf met de meeste vragen goed en de snelste tijd wint. Een hele andere spiraal dan wij maken, zag ik al. En vandaag spelen we de Stalen Zenuwquiz met Janine en Ronnie van de Apollo Groep. Wij zijn bij de Apollo Groep in Poeforen en wij maken spiraalconvezen, bekerelevatoren, persen, bandtransporteurs. Dat is in grote lijnen wat wij hier produceren. En hebben jullie er een beetje zin in? Zeker. Ik doe zelf altijd de pubquiz 1 keer in de maand, dus dat, vandaar dat ik het wel leuk vind. En ik niet. Nou, de sfeer zit er in elk geval al lekker in. Maar vertel, wie heeft er een vaste hand? Oh. En wie staat er het stevigst in zijn werkschoenen? Oh, dat gaat niet best. Eentje lukt wel. Ik ga op de trilplaat. Ja, dan hou ik me met de spiraal bezig. Hoe gaat het met de zenuwen? Valt nog mee, ja. Dus moet goed komen. Heel veel succes. Vraag 1. Noem naast Nederland de 5 landen waarin Apollo actief is. Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal. Thailand, Amerika. China. Helemaal goed. Focus, Ronnie. Je kan het. Ik zit bij de sales engineering. En ik ben ervoor verantwoordelijk dat de machines op de juiste manier naar de klant gaan. Ik ben hier terechtgekomen in de plaatwerkerij, monteur geworden en uiteindelijk voorman. Vraag 2. Wat is een spoed? Ik denk dat Ronnie dat beter weet. Spoed is de helling, hoe snel die omhoog stijgt of daalt. Het antwoord is goed, maar blijf opletten. Oh jee, terug. De eerste ging zo goed. Hoeveel vrije dagen hebben jullie in totaal? A. 25, B. 30 of C. 38? Dat is met de ATV erbij. Ja. Helemaal goed. Oh. Sorry. Ik hoor alleen maar die buzzer. Ja. Wij zijn 9 jaar collega's. Ja, ik werk al wat langer bij Apollo. Ja. Officieel sinds 1998 al. Ik word een beetje bij de inboedel misschien. En ik ben er 9 jaar dus. Ja, en in goed overleg. Kunnen we alles aan, altijd. Zeker. Laatste vraag. Wat zijn de 4 standaard installaties van een bucket elevator? Zijn dat de types? Type 100? 200, 200 600 en 1000. Nee, het zijn letters, geen cijfers. Oh, dat is een C of een Z. De Z, de C, de H. Ja, ga door. Weet ik niet, echt niet. De tijd tikt door, ik snap het, maar daar kom je er net niet op. CZ. CZ? Jammer, maar... Helaas. Dat klopt wel. Snel door. Dat je met collega's over heel de wereld eigenlijk contact hebt, vind ik heel erg leuk. En het is ook leuk om te zien dat het orde wordt en dan loop je in de fabriek en dan zie je hoe de machine eruit ziet, want ik zie het alleen op papier. Voor mij is het een hoogtepunt als de machines de deur uitgaan naar de klant. Hou je het nog vol, Ronnie? Oh, ik krijg kramp in mijn benen. Ik ben er bijna. Ja, goed gedaan, Ronnie. Hoeveel liggen er nog? Op 4 na. Oh, 5, 6. Het is warm. Oké, jongens, en dan de eindtijd. 1 minuut 17 plus 40 seconden. 1 minuut 57. Nou, netjes nog. Dan zeg ik appeltje eitje. Hey.